Ik wil met u het woord van de Heer openen en wel in de Romeinenbrief, hoofdstuk 9, de versen 6 tot 21. Romeinen 9, vanaf vers 6 tot en met 21. En een van de vragen die Paulus in Romeinen 9 beantwoordt is de vraag, hoe zit het nu met de uitverkiezing? Hoe kan het nu dat niet iedereen in Israël een werkelijk ware Israëliet is, een waar geloof heeft? En we lezen dan in Romeinen 9 vanaf vers 6 tot 21 het volgende. Doch ik zeg dit niet alsof het woord van God ware uitgevallen. Want zij zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Dus niet iedereen die in Israël geboren wordt, is in zijn hart een Israëliet. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij alle kinderen van Abraham. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen van het vlees, die zijn kinderen van God. Maar de kinderen van de belofte worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord van de belofte. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs. Als zij uit één bevrucht was, namelijk uit Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goed of kwaad gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En ik zal barmhartig zijn aan wie ik barmhartig ben. Zo is het dan niet degene die wil, noch degene die loopt, maar de ontfermende God. Want de schrift zegt tot Farao, tot dit zelf heb ik u verwekt. Dat ik in u mijn kracht bewijzen zou, omdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan over wie hij wil, en hij verhardt wie hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en de andere ter onere? We gaan vanmiddag verder met de Dordtse leerregels. We staan vanmiddag stil bij artikel 1.5 tot 1.10 en ik lees 1.5 tot 1.7. De Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 5 tot en met 7. In de eerste vier artikelen hebben de Dordtse leerregels het evangelie laten klinken. En dan gaan ze in de volgende artikelen in op de vraag van de verwerping en de uitverkiezing. En daar gaat het over in de artikelen waar we vanmiddag bij stilstaan. We lezen artikel 1.5 tot 1.7. Artikel 1.4 is ingegaan op de vraag, het evangelie is gepreekt. Degenen die het aannemen worden behouden en degenen die het niet aannemen, die gaan verloren. Dan gaat 1.5 verder met te zeggen, de oorzaak of de schuld van het ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave van God. Gelijk geschreven is, uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Insgelijk, het is u gegeven in Christus te geloven. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt en sommigen niet begiftigt, komt voort uit zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend. En hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Naar welk besluit hij de harten van de uitverkorenen, hoewel die harten hard zijn, genadig vermurwt en buigt om te geloven.
Maar degenen die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel, in hun boosheid en hardheid laat. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit het diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheid tussen de mensen, die in gelijke staat van verderf zijn, of het besluit van de verkiezing en verwerping in het woord van God aan ons geopenbaard, wat de verkeerde en onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf, maar wat de heilige en godvrezende zielen een onuitsprekelijk troost geeft. Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen van God, door het welk hij voor de grondlegging van de wereld een zekere menigte van mensen, die niet beter of waardiger zijn dan anderen, maar die in dezelfde ellende met de anderen liggen, uit het gehele menselijke geslacht van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in zonde en verderf, naar het vrije welbehagen van zijn wil, tot de zaligheid uit louter genade uitverkoren heeft in Christus, welke hij ook van eeuwigheid tot de middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot de fundament van de zaligheid gesteld heeft. En opdat zij door hem zalig gemaakt zouden worden, heeft hij ook besloten hen aan hem te geven en krachtig tot zijn gemeenschap door zijn woord en geest te roepen en te trekken, of met het ware geloof in hem te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen en in de gemeenschap van zijn zoon krachtig bewaard zijnde ten laatste te verheerlijken, tot bewijzing van zijn barmhartigheid en tot prijs van de rijkdommen van zijn heerlijke genade. Gelijk geschreven is, God heeft ons uitverkoren in Christus, voor de grondlegging van de wereld, dat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming van kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En elders, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover. We staan dus vanmiddag stil bij de vraag over de verkiezing en de verwerping aan de hand van artikel 1.5 tot en met 1.10 van de Dordtse leerregels. En ik schrijf als thema boven de preek: God kiest mensen uit en laat anderen verloren liggen. In de eerste plaats, als ik verloren ga, dan is dat mijn eigen schuld. En in de tweede vraag, plaats als ik behouden word, dan is dat louter genade. God kiest mensen uit en laat anderen verloren liggen. In de eerste plaats, als ik verloren ga, dan is dat mijn eigen schuld. En in de tweede plaats, als ik behouden word, dan is dat louter genade. Gemeente, als thema boven de preek: God kiest mensen uit en laat anderen verloren liggen. In de eerste plaats, als ik verloren ga, dan is dat mijn eigen schuld. En in de tweede plaats, als ik behouden word, dan is dat louter genade. Gemeente, we zijn in de leerdiensten bezig met de behandeling van de Dordtse leerregels. En in het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels gaat het over de uitverkiezing. God heeft nog voordat deze wereld bestond en nog voordat er één mens geboren was, mensen uitverkoren die hij voor eeuwig bij zich wil hebben. En het is mooi om te zien hoe de Dordtse leerregels dit onderwerp aanvliegen. Als de Dordtse leerregels het gaan hebben over de uitverkiezing en de verwerping, dan beginnen ze bij de prediking. In de prediking moet niet de uitverkiezing centraal staan, maar moet Christus centraal staan. Iedereen moet in de prediking opgeroepen worden om zich te bekeren van zijn zonde en te geloven in de Heer Jezus Christus. Iedereen moet worden uitgenodigd om tot Jezus Christus te komen. En tot iedereen klinkt de belofte dat wie komt tot Jezus Christus, dat wie gelooft in hem, wie hem nodig heeft voor de vergeving van zijn zonde, dat die het eeuwige leven ontvangt. Maar hoe komt het nu dat sommigen tot Christus komen en anderen dat niet doen?
Hoe komt het nu dat sommigen gaan strijden tegen hun zonde en de Heer Jezus nodig gaan hebben en met de Heer gaan leven, terwijl anderen onveranderd verder leven? Want is dat, als je erover nadenkt, eigenlijk niet heel erg bijzonder? Soms zie je twee mensen uit hetzelfde gezin. Ze hebben dezelfde ouders, dezelfde kerkelijke gemeente. Ze horen dezelfde preken. En bij één doet de preken wat. Die komt door de prediking tot verandering. Die gaat door de preken zijn zonde zien en gaat de Heer Jezus nodig hebben en vlucht tot de Heer Jezus. En hij wordt door de preken gevoed in zijn leven met Christus. Terwijl de andere door dezelfde preken onveranderd blijft. Hoe kan dat nu? Twee mensen horen dezelfde preken. En bij de een brengt het tot een leven met de Heer. En bij de ander niet. Misschien gaat het vanmiddag wel over jou. Hoe kan het nu dat jij hier vanmiddag nog steeds onbekeerd zit? Je leest elke dag in je Bijbel en je bidt om bekering en je gaat trouw naar de kerk en je bezoekt de catechisaties of de kring en je bent nog steeds onbekeerd. Ja, het is nog steeds niet veranderd. Je hebt nog steeds geen waar geloof. Hoe kan dat? Hoe kan dat dat jij hier vanmiddag nog onbekeerd zit? Terwijl je dezelfde preken gehoord hebt als iemand anders, die wel tot verandering gekomen is. Die wel tot een waar geloof gekomen is. Er kwam een keer een jonge vrouw naar me toe. Begin 20. Ze zei, ik bid nou al meer dan 20 jaar om verandering. En ik heb nog nooit een antwoord van God gehad. Ik heb nog nooit ervaren dat God er is. Of dat hij naar mijn gebed luistert. Of dat hij mij behouden wil. En soms vraag ik me af of ik er niet beter mee kan stoppen. Want er gebeurt toch niks. Als God het je niet geeft, dan doe je het allemaal voor niks. Nou, wat moet je nou tegen zo'n vrouw zeggen? Ze bidt, ze doet haar best. Maar de Heere geeft haar geen nieuw hart. Geeft haar geen geloof. Wat moet je nou tegen zo iemand zeggen? Als ze nou bij u dit verhaal zou komen doen. Wat zou je dan tegen haar zeggen? Blijf er maar veel om bidden. Nou, dat was wat één tegen haar zei. Blijf er maar veel om bidden. Misschien hoort de Heer je dan. Een ander die was naast haar gaan zitten. Die had meegeleefd. Lastig als de Heer je niet verhoort. Moeilijk hoor, dat is een hele worsteling. Een derde had haar aangespoord. Maar je bent toch gedoopt? De Heer heeft je toch zijn rijke belofte gegeven? Nou, dan mag je pleiten op die belofte. Allemaal goed bedoelde antwoorden waar een kern van waarheid in zit. Maar onze Dordtse leerregels beginnen ergens anders. Die beginnen met deze jonge vrouw en jou vanmiddag die onbekeerd in de kerk zit, op iets anders te wijzen. De Dordtse leerregels beginnen bij de schuldvraag. Wiens schuld is het nu dat dat meisje nog onbekeerd is? Wiens schuld is het nu dat jij vanmiddag nog geen waar geloof hebt? Dat je nog onbekeerd bent? Is dat nou Gods schuld? Hij geeft mij geen nieuw hart. Hij heeft mij nog niet bekeerd. Is dat nou Gods schuld? Of is die eigen schuld als je nog onbekeerd bent? Nou, de Dordtse leerregels zeggen in artikel 1.5. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geen zins in God, maar in de mens. Het is dus niet Gods schuld dat jij niet gelooft. Het is niet Gods schuld dat jij nog onbekeerd bent. Maar dat is je eigen schuld, zeggen de Dordtse leerregels. De schuld van jouw ongeloof, de schuld van jouw onbekeerd zijn, die ligt bij jou. Je kunt daar God niet de schuld van geven. Ik bid erom, maar hij geeft het mij niet. Nee, de schuld, zeggen de Dordtse leerregels, ligt bij jezelf. God heeft daar geen enkele schuld aan. De oorzaak van het ongeloof van jou kun je niet bij God zoeken.
God doet niets wat maakt dat jij niet gelooft. Sterker nog, God doet er alles aan om jou tot geloof te bewegen. Als je nou eens kijkt naar hoe goed de Heer voor je zorgt. Hij geeft je eten en drinken en zoveel meer. Als je kijkt naar al die zegeningen die hij je geeft. Wat geeft hij dan niet veel redenen om ook voor je ziel op hem te vertrouwen? En als je ziet dat God zijn eigen zoon gegeven heeft, het meest kostbare wat hij had. En als je kijkt naar de Heer Jezus die zijn leven gegeven heeft. Om voor zondige mensen vergeving mogelijk te maken. En hoe de Heer elke zondag 2 keer de prediking laat uitgaan. Elke zondag 2 keer per zondag oproept om in de Heer Jezus te geloven. Je de weg te wijzen tot het behoud. Dan kun je toch niet zeggen dat God je tegenhoudt om te geloven. God doet er juist alles aan om jou tot geloof te bewegen. En als je alles wat God doet om jou tot geloof te bewegen als je neerlegt. Dan besef dan is dat je eigen schuld. De oorzaak en de schuld van jouw ongeloof ligt niet bij God, maar bij jou. Laten we nog even nauwkeuriger lezen wat de Dordtse leerregels hier zeggen. Want wat staat er precies in artikel 1.5? Er staat de oorzaak of schuld van dat ongeloof gelijk ook van alle andere zonden. En besef eens wat hier staat. Ongeloof is zonde. Dus als je hier in de kerk zit en je nog niet in de Heer Jezus gelooft met een waar geloof, dan ben je geen slachtoffer. Wat moeilijk toch dat je nog onbekeerd bent, terwijl je er zo om bidt. Nee, zeggen de Dordtse leerregels, je bent geen slachtoffer, maar een dader. Jouw niet geloven in de Heer Jezus Christus is zonde. Niet geloven, dat is een misdaad tegen de Heer. Boston, een van de oudvaders, dominee van vroeger, een puritein, die noemt ongeloof de ergste zonde die er is. Wat beledig je met je ongeloof de Heer? God die heeft je alles wat hij geven kan, zelfs zijn eigen zoon. En de Heer Jezus geeft alles wat hij heeft, zijn eigen leven. En dan komt hij naar je toe om je te roepen, geloof in mij en je bent behouden. Geloof in mij en dan geef ik je het eeuwige leven. En wat doe je dan? Dan zeg je nee tegen dat rijke aanbod van God. Wat beledig je daarmee de Heer? Wat minacht je daarmee het offer van Jezus Christus? Je weigert God te geloven op zijn woord. Terwijl God alleen maar de waarheid spreekt. Je doet alsof God een leugenaar is. Die het niet meent als hij jou de zaligheid belooft als je op hem vertrouwt. Je weigert te geloven op zijn woord. Daarmee zet je God weg als leugenaar en doe je het offer van de Heer Jezus af. Alsof het waardeloos is. Nee, ongeloof is niet onschuldig. Ongeloof, dat is een daad van vijandschap tegen God. Door niet te geloven in het evangelie met heel je hart, doe je zonde. Daarmee roep je Gods toorn over jezelf af. Dus als je zegt, ik geloof nog niet. Ik bid of de Heer me nog een keer bekeren wil. En daar wacht ik dan op. Dan zeg je dus eigenlijk, ik ga tot die tijd elke dag doen door met in zonde te leven. Elke dag die jij niet gelooft, elke dag dat je je niet bekeert, doe je de zonde van ongeloof. Maak je je schuld bij God alleen maar groter. Elke dag dat je in ongeloof doorleeft, verdien je des te meer Gods oordeel en Gods toorn. Ongeloof is een zonde. Dus als je vraagt, als ik verloren ga, hoe komt dat dan? Nou, dan is dit de reden. Je gaat verloren vanwege je eigen ongeloof. Het is je eigen schuld als je verloren gaat. Je gaat verloren omdat je de Heer niet met ernst aanhoudend zoekt. Omdat je niet met berouw over je zonde tot hem vlucht. Omdat je de vergeving waarmee hij tot je komt afslaat en niet nodig hebt. Je gaat verloren omdat je niet met de zonde wil breken. Dat je de Heer Jezus niet nodig hebt tot vergeving van je zonde. Het is je eigen schuld als je verloren gaat. Maar gemeente, ik denk dat dat de zwaarste pijniging is. Die kerkmensen in de hel zullen hebben.
Een pijniging die de straf die je in de hel zult krijgen over al je zonden verder te boven gaat. De beroeging. Had ik maar geluisterd naar de Heere. Was ik maar niet zo dwaas geweest om vast te houden aan mijn zonden. Had ik de Heere maar gezocht toen hij mij riep. Had ik maar ernst gemaakt met het zoeken van hem. Wat ben ik dwaas geweest dat ik op zo'n grote zaligheid geen acht gegeven heb. De Heere heeft het me aangeboden, keer op keer op keer. Hij bood het me aan, maar ik heb het niet aangenomen. En nu ben ik voor eeuwig verloren, om eigen schuld. Daarom, als je nou vanmiddag nog onbekeerd in de kerk zit, laat dat alsjeblieft zover niet komen. Bedenk wat tot je vrede dient. Breek nu met de zonden die er zijn in je leven. En vertrouw nu op de Heer Jezus Christus. Ga tot hem. Heer, u roept mij op om tot u te komen. En wegblijven bij u kan ik niet, want dat is zonde. Heer, hier ben ik. Leer mij u vertrouwen. Leer mij om u te geloven. Nou, laten we nu we gezien hebben dat het onze eigen schuld is als we verloren gaan, eens wat uitzoomen. Want hoe komt het nu dat sommige mensen wel geloven en anderen niet? Hoe kan dat nu? Hoe kan in dezelfde kerkbank, onder dezelfde preek, de ene wel tot verandering komen en gaan geloven en de ander die gaat onveranderd terug naar huis? Hoe kan nu in het ene gezin het ene kind wel gaan geloven en het andere kind wat dezelfde preken gehoord heeft breken met de kerk? Of in de kerk blijven, maar dan onbekeerd verder blijven. Hoe kan dat nu? Nou zeggen de Dordtse leerregels, dat is maar op één manier te verklaren. Daarvoor moeten we kijken naar de uitverkiezing. En lees maar mee wat er in artikel 1.6 staat. Dat God sommigen in de tijd met geloof begiftigt en sommigen niet begiftigt, komt voort uit zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn van hem van eeuwigheid bekend. En hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Maar welk besluit hij de harten van de uitverkorenen, hoewel die harten hard zijn, genadig vermurwt en buigt om te geloven. Maar degenen die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hun hardigheid laat. Dus de Dordtse leerregels zeggen, iedereen die God in de eeuwigheid heeft uitgekozen, die geeft hij geloof. Je zou kunnen zeggen, God grijpt actief in hun leven in. Hun hart is hard, maar hij vermurwt het. Hij verbreekt hun hart. Hij geeft hun geloof, zodat ze gaan geloven. De harten van de mensen die niet gaan geloven, die hij niet uitgekozen heeft, nou die harten laat hij onveranderd. Kijk, door de zonde worden wij allemaal geboren met een hard hart. Een hart wat de zonde fijn vindt. Een hart wat kiest voor zichzelf. Een hart wat God niet accepteert als God over zijn leven. Een hart wat God niet lief heeft boven alles. Wij hebben, zoals we geboren worden, een slecht hart. En iedereen die niet is uitverkoren, die blijft met dat slechte, zondige hart rondlopen. De Heere grijpt niet in, maar laat je in de toekomst toestand waarin je bent. Laat je met dat zondige hart wat niet geloven wil. En ik denk dat het belangrijk is om vanmiddag even goed helder te hebben. Dus de verwerping betekent niet dat God iets doet om jou bij de zaligheid vandaan te houden. De verwerping dat je niet door God bent uitverkoren, dat houdt niet in dat God je tegenhoudt om te geloven. Dat hij je tegenwerkt. Jij wil wel geloven, maar doordat God je zo tegenwerkt, kom je er niet aan. Kun je niet geloven. Nee, de verwerping is niet iets wat God doet, maar de verwerping is iets wat God niet doet. God besluit om je te laten liggen in de toestand waarin je geboren wordt. Je ligt verloren. Je hebt een zondig hart wat zonder de Heere wil leven. Wat zich niet tot de Heere wil bekeren en wat niet in de Heere wil geloven. Nou, verwerping betekent dat God je in die toestand laat. Hij besluit om niet in te grijpen. De Heere laat je zoals je bent. Laat ik een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Om daarmee te laten zien dat dat niet oneerlijk is voor de Heere. Ik denk dat het een voorbeeld is wat ook de kinderen wel begrijpen zullen. Dat is in een arm land een gevangenis voor ontspoorde kinderen.
En in die gevangenis zitten allemaal kinderen die in een arm gezin geboren zijn. Ze groeiden op in een gezin waar altijd geld tekort was. En van hun ouders leerden ze om door middel van misdaad wat geld binnen te halen. Eén zit hier omdat hij een winkel beroofd heeft. En de ander omdat hij iemand heeft afgepest. En de derde zit hier omdat ze met een groep een rijke zakenman in elkaar hebben geslagen om er met al zijn geld vandoor te gaan. Iedere jongere die hier in deze gevangenis zit, heeft meerdere misdaden op zijn naam staan. Ze zijn allemaal in deze gevangenis opgesloten omdat er verder geen land met hen te bezeilen viel. Nou, op een dag gaat de deur van de eetzaal van deze gevangenis open. Dan komt de gevangenisdirecteur binnen samen met een man en met een vrouw. Ze zien er rijk uit, deze man en vrouw. Maar om hun kleren te zien komen ze hier niet vandaan. Het zijn rijke mensen uit het buitenland. Ze zijn gekomen om te kijken of ze een van deze jongeren kunnen adopteren. Maar als ze binnenkomen, samen met de gevangenisdirecteur, dan worden ze door boze ogen begroet. Wat doen jullie hier? Ga naar je eigen land. Deze en nog veel meer andere hatelijke woorden en scheldwoorden vliegen door de zaal. En een van hen zegt, ik spuug op mensen zoals jullie. En ze voegt daad bij woord en ze spuugt naar deze man en vrouw. Een ander loopt naar hem toe. Als een van de bewakers niet had ingegrepen, had hij hen in elkaar getimmerd. Nou, wat denk je nu? Stel nou dat deze rijke man tegen zijn vrouw gezegd heeft, joh, leuk idee van jou om wat van deze kinderen te adopteren, maar dit is mij toch iets te gortig. En hij loopt terug en hij trekt de deur achter zich dicht. Wat vind je? Zou dat oneerlijk geweest zijn van die rijke man? Als hij deze plannen om probleemjongeren te adopteren had laten varen? Nee, zeg je, ja, natuurlijk niet. Ze hebben het er zelf naar gemaakt dat die rijke man is weggegaan. Die rijke man die is alleen maar te prijzen dat hij hier naartoe gekomen is om van die probleemjongeren te adopteren. Het is hun eigen schuld dat ze hem weggejaagd hebben. Door zo lelijk tegen hem te doen. Maar stel nu eens dat die rijke man niet weggaat. Ondanks dat gescheld en getier, ondanks dat er naar hem gespuugd wordt, ondanks dat sommige van deze jongeren hem het liefst in elkaar zouden slaan en dat ook echt zouden doen als de bewakers daar geen stokje voor gestoken hadden, toch blijft hij staan. Hij zegt tegen de gevangenisdirecteur, mijn vrouw en ik, we hebben plaats voor 10 jongeren. En tegen al die jongeren die voor hem staan, zegt hij, wie van jullie willen met mij mee? Mag je voortaan bij mij en mijn vrouw in huis wonen? Krijg je een kamer in ons huis? Dan neem ik je op in mijn gezin. Dan zie ik je voortaan als mijn eigen zoon of dochter. Wie van jullie wil met mij mee? Maar geen van de jongeren geeft antwoord. Hun bloze blikken maken wel duidelijk dat ze niet op zijn aanbod in willen gaan. Maar ondanks alle haat die hij en zijn vrouw over zich heen krijgen, blijft die man kalm. Hij richt zich tot de gevangenisdirecteur. Meneer, ik heb besloten 10 van deze jongeren mee te nemen. Die ene daar met die gaten in zijn spijkerbroek. En hij wijst naar die jongen die zojuist verschrikkelijke scheldwoorden naar zijn hoofd slingerde. En zij. Hij wijst naar een meisje met een kapot t-shirt. Wat hem zojuist midden in zijn gezicht gespuugd heeft. En hem. Hij wijst naar een jongen van 19 met brede schouders. Die zojuist door een van de bewakers is tegengehouden omdat hij hem in elkaar wilde slaan. Nou, zo kiest hij 10 van die jongeren uit 10 van de 18 jongeren om door hem en zijn vrouw geadopteerd te wonen. Straks als hij en zijn vrouw naar huis gaan, mogen ze met hem mee. Om in zijn prachtige huis een eigen kamer te krijgen. Voortaan wonen ze bij hem thuis. Voortaan maken ze onderdeel uit van zijn gezin. Nou, de vraag, wat vind je? Valt die man iets te verwijten? Dat hij maar 10 van deze jongeren meeneemt? Terwijl er 18 in deze gevangenis zitten? Nee, toch? Is het niet een wonder? Dat als hij zo behandeld wordt, dat hij niet direct teruggaat naar huis?
Is het niet heel bijzonder dat hij, ondanks dat niemand van deze jongeren zijn aanbod aanneemt, toch nog 10 van deze jonge criminelen meeneemt naar zijn huis? 10 jongeren met wie hij ongetwijfeld nog heel veel te stellen krijgt, die hem ongetwijfeld nog heel veel last gaan bezorgen? Het is juist heel bijzonder dat hij 10 van deze jongeren mee wil nemen. En die anderen die hij niet meeneemt, die hebben geen enkel recht van klagen. Het zijn hun eigen misdaden die maken dat ze hier in de gevangenis zitten. En toen die rijke man aanbood om bij hem in huis te komen wonen, hebben ze er zelf voor gekozen om dat aanbod niet aan te nemen. Met hun schelden en met hun spugen naar hem, hebben ze hem alle reden gegeven om weg te gaan. Om hen niet mee te nemen. Nou, je zou kunnen zeggen, zo is het eigenlijk ook een beetje met de uitverkiezing. Wij worden geboren met een hart wat ten diepste vijandig staat tegenover God. Wij kiezen voor onszelf in plaats van voor de Heer. Net als die jonge criminelen in de gevangenis verdienen wij met onze zonde om voor eeuwig gevangen gezet te worden. En net als die jonge criminelen die niet ingingen op het aanbod van die man om door hem geadopteerd te worden. Zo zijn wij bezig, als we nog onbekeerd zijn, om dat aanbod van de Heer om ons zalig te maken af te wijzen. Nee, als je straks verloren gaat, dan is dat niet omdat God je niet uitgekozen heeft. Maar dan is dat vanwege je eigen zonde. Dan is dat omdat je de uitnodiging om je door hem zalig te laten maken niet wilde aannemen. Het is je eigen schuld als je verloren gaat. Als je verloren blijft liggen. Als je er zo over nadenkt, dan wordt het een heel groot wonder dat God mensen uitkiest. Zoals wij geboren worden, kiezen we tegen God en tegen zijn goede wil en voor de zonde. Wij gedragen ons tegenover God zoals deze jongeren in deze gevangenis. Die rijke man uitschelden, die op hem spugen en die hem willen slaan. En nu zegt God tegen mensen die er zo slecht aan toe zijn. Jou kies ik uit om te wonen in mijn gezin. Om voor altijd bij mij te zijn. De uitverkiezing goed begrijpen, dan verwijten we God niet dat hij oneerlijk is als hij mensen verwerpt. Maar dan staan we verwonderd dat God, ondanks wie wij mensen zijn, toch nog mensen uitgekozen heeft. Ja, zegt er iemand. Maar ik blijf het oneerlijk vinden. Ik blijf het oneerlijk vinden dat God mensen verwerpt. Dat hij mensen niet uitkiest. Straks ga ik verloren omdat ik niet uitgekozen ben. Ik vind dat oneerlijk. En met alles wat er gezegd is, kan ik eigenlijk maar één ding zeggen. Je begrijpt de uitverkiezing niet goed. Je beseft niet wie God is. Als het Dordtse leerregels ze zeggen in artikel 1.18... tegen degene die over deze genade van de onverdiende verkiezing en gestrengheid van de rechtvaardige verwerping murmureren, stellen wij deze uitspraak van de apostel. O mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? En deze uitspraak van onze zaligmaker. Is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Dus de Dordtse leerregels zeggen, wie na al deze uitleg van wat de uitverkiezing inhoudt, toch nog moppert dat God het niet goed doet, zeggen de Dordtse leerregels, wie denk je wel niet dat je bent? God is God. God is degene die je gemaakt heeft. En wie ben jij dan? Jij bent maar een klein schepseltje van hem. Wie ben jij om als klein schepseltje zo'n grote mond tegen hem te hebben? Om je schepper te verwijten dat wat hij doet niet eerlijk is. Het is zoals de Heer Jezus zegt in Matthäus 20 vers 15. Mag ik van de schepselen die ik gemaakt heb, mag ik daarmee niet doen wat ik wil? God is vrij. Als zondig mens hebben wij geen recht om hem tot verantwoording te roepen. Maar dat is het eerste punt wat de Dordtse leerregels willen maken. Wie verloren gaat, gaat niet verloren omdat hij verworpen is. Maar als je verloren gaat, dan ga je verloren omdat je je niet wil bekeren van je zonde. Omdat je weigert te geloven in de Heer Jezus Christus. Als je straks voor God rechterstoel staat, dan kun je niet zeggen, ja sorry God, ik wilde wel geloven, maar ja, u gaf het mij niet. Ik wilde me wel bekeren, maar u gaf mij geen nieuw hart. God zal zeggen, jij wilde je niet bekeren. Jij wilde niet geloven.
Ik wees je door mijn woord aan wat zonde was. En ik liet je elke preek vertellen dat er vergeving voor je zonde is. En ik gaf je een hart wat heel goed voelde op sommige momenten dat wat je deed verkeerd was. En ondanks dat bleef je ervoor kiezen. Je bleef ervoor kiezen om die zonde te doen in plaats van ermee te bereiken. En dat jij niet wilde geloven, ik liet je de Heer Jezus spreken. Ik heb je verkondigd dat iedereen die tot hem gaat behouden wordt. En je hebt mijn aanbod gehoord en je bent weggebleven. Je hebt niet met heel je hart in mij geloofd. En je hebt niet vertrouwd op hem. Je liet je niet door hem zalig maken. Je gaat verloren niet omdat ik je niet bekeerd heb, maar omdat jij je niet wilde bekeren. Je gaat verloren niet omdat ik je geen geloof gegeven heb, maar omdat jij niet wilde geloven. Als je verloren gaat, ga je om eigen schuld verloren. We gaan naar ons tweede punt. Als ik behouden word, dan is dat louter genade. Ja, nadat de doodsleerigers eerst gekeken hebben naar de mensen die verloren gaan, wordt nu de blik gericht naar de andere kant. Naar de mensen die wel in de Heer Jezus geloven. Want hoe komt het nu dat er mensen zijn die in de Heer Jezus geloven? Hoe komt het nu dat er mensen zijn die zich bekeren? Hoe komt dat? Artikel 1.6 laat ons zien wat voor een wonder dat is. Dat is een wonder. Want de mensen die tot geloof komen, dat zijn mensen met eenzelfde zondig hart als de mensen die niet gaan geloven. Artikel 1.6 zegt: en hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit het diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheid tussen mensen die in een gelijke staat van verderf zijn. Dus iedereen, dus ook de mensen die tot geloof komen, zijn in een gelijke staat van verderf. Dus die hebben eenzelfde zondige hart als het hart van de mensen die verloren gaan. Maar zeg je, wat hebben zij dan? Wat hebben zij dan dat God hen wel uitkiest en anderen niet? Wat maakt hen dan anders? Zijn ze soms op zoek gegaan naar God? Hebben zij soms beter geleefd dan de anderen? Zijn ze soms net een beetje vromer als de rest? Hebben ze soms wat meer hun best gedaan? Wat hebben zij dat God hen uitkiest en anderen niet? Wat hebben zij? Nou zegt artikel 1.9 helemaal niks. Deze verkiezing is geschied niet uit een voorzien geloof. En ook niet uit gehoorzaamheid van geloof of van heiligheid of van een andere goede hoedanigheid of geschiktheid. Als een oorzaak of voorwaarde te verorden vereist in de mens die verkoren zou worden. Dus God kiest ons niet uit omdat we in hem geloven. Of omdat wij zo gehoorzaam zijn. Of omdat wij zo heilig zijn of omdat wij zo geschikt zijn. Nee, als je in de Heer Jezus gelooft en door dat geloof in hem gered bent, dan ben je even slecht. Dan lag je even verloren als de mensen die niet zalig worden. Er was geen enkele reden in jou dat God jou zou uitkiezen. Dat God jou heeft uitgekozen, dat is enkel genade. Artikel 1.5 zegt: de oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geen zins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave van God. Gelijk geschreven is: uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. En niet uit u, het is Gods gave. In een andere tekst: het is u gegeven in Christus te geloven. Artikel 1.7 die zegt daarbij: de uitverkiezing is een onveranderlijk voornemen van God, waarbij hij mensen tot de zaligheid uit louter genade uitverkoren heeft in Christus. Dus als ik tot geloof kom, als ik mij bekeer, hoe komt dat dan? Nou zeggen de doodsleerregels, dat is louter genade. Dat is alleen maar de genade van de Heer, onverdiende genade. Ik ben even zondig als de mensen die verloren gaan. En mijn hart is even slecht en even hard als zij. Net als hen vraag ik uit mezelf niet naar God. En heb ik de genade van de Heer niet nodig. Net als hen neem ik uit mijzelf het aanbod van genade niet aan. Maar onverdiend heeft God mij uitgekozen. Onverdiend kwam hij in mijn leven.
en veranderde mijn hart. Ik zag de zonde nooit echt als probleem. Maar hij opende mijn ogen ervoor. Hij liet mij zien hoeveel verdriet ik hem ermee doet. En ik kon er niet langer mee leven. Hij opende mijn ogen voor de Heer Jezus, zodat ik ging zien wie hij werkelijk is. En ik kon niets anders dan tot hem gaan. Ik kon niet langer bij hem wegblijven. En toen ik bij hem kwam, toen vond ik daar zo'n rust, zo'n vrede. Mijn zonden werden van mij afgenomen, werden mij vergeven. En ik proefde de liefde van God. Dat wat ik nooit gezocht had uit mijzelf, vond ik aan zijn voeten. Het is God geweest. Hij heeft mij zomaar onverdiend veranderd. Zonder dat ik hem enige aanleiding gegeven heeft hij mij zalig gemaakt. Het is puur de genade van God dat ik anders geworden ben. En waarom krijg ik dan die genade? Nou zegt artikel 1:6, die genade krijg ik nu. Omdat God van eeuwigheid, nog voordat de wereld bestond en nog voordat ik geboren was, een keuze voor mij gemaakt heeft. Hij heeft mij uitgekozen. Hij heeft mij als kind in zijn gezin opgenomen. Nu mag ik voor altijd bij hem wonen. Artikel 1:6 die zegt dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt en sommigen niet begiftigt. Dat komt voort uit zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn van hem van eeuwigheid bekend. En hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Naar welk besluit hij de harten van de uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadig vermurft en buigt om te geloven. God heeft in de eeuwigheid besloten wie hij zalig maakt. En wie hij uitgekozen heeft, in die werkt hij bekering en geloof. En weet je, dat is een enorm rijke troost als je de Heer mag kennen. Dat je bekeerd bent, dat je gelooft, dat heb je niet van jezelf. Dat heeft God je gegeven, dat heeft God in je hart gewerkt. Omdat je door hem bent uitgekozen. Jij die de Heer kent. Jij bent uitgekozen door God. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Nog voordat de wereld gemaakt was, wist hij al dat je geboren zou worden. Wist hij wie je bent, kende hij je naam. Heeft hij je al lief gehad. Hij zegt tegen jou wat in Jeremia 31 vers 3 staat. Ik heb jou lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik je getrokken. Met goede tierenheid. God heeft je lief. Met een eeuwige liefde. Hij heeft je lief sinds de eeuwigheid. Er is nooit een moment geweest dat God je niet heeft lief gehad. En er zal ook nooit een moment komen dat God je niet zal lief hebben. Hij heeft je altijd lief gehad en zal je altijd lief blijven hebben. Nou, daarom heeft hij je laten bekeren van de zonde. Daarom heeft hij geloof in je hart gegeven. Omdat hij je lief heeft. Ja, zeg je maar hoe kan dat nu? Hoe kan God nu zondige mensen lief hebben? Hoe kan God mij nu lief hebben? Terwijl ik niet anders ben of beter ben dan mijn vrienden die de Heer Jezus niet kennen. Nou zegt artikel 1:7, dat komt door de Heer Jezus Christus. Iedereen die God lief heeft, die heeft hij lief in Christus. Iedereen die hij uitgekozen heeft, die heeft hij uitgekozen in Christus. God heeft Christus lief. Daarom heeft hij iedereen lief die door het geloof aan Christus verbonden is. God heeft Christus uitgekozen om zijn zoon te zijn. Daarom heeft hij iedereen die aan Christus verbonden is uitgekozen om zijn kind te zijn. Artikel 1:7 die zegt, de uitverkiezing is een onveranderlijk voornemen van God, waarbij hij de mensen tot de zaligheid uit louter genade uitverkoren heeft in Christus. Dewelke hij ook van eeuwigheid tot de middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot fundament van de zaligheid gesteld heeft. Dus dat ik uitverkoren ben, zegt artikel 1:7, dat is in Christus. Christus is de reden dat ik uitgekozen ben. Het is omdat hij mijn middelaar wilde zijn. Het is omdat hij aan het kruis voor mij wilde sterven. Het is omdat hij mijn zonde heeft weggenomen. Het is om hem, het is om Christus dat God mij uitgekozen heeft.
Hij is het fundament waarop mijn zaligheid gebouwd is. Mijn zaligheid is afhankelijk van hem. Mijn zaligheid is gebouwd op hem en op zijn werk. Ik ben uitgekozen niet om wie ik ben, om wat ik doe. Maar ik ben uitgekozen om wie Christus is. Ik ben uitgekozen om wat Christus gedaan heeft. Ik heb het aan Christus te danken dat ik zalig word. Je bent uitverkoren dankzij hem, omwille van hem. Dat is niet alleen de reden waarom je uitgekozen bent, ook de reden waarom je behouden wordt. Artikel 1.7 zegt in het laatste stuk: en opdat zij door hem zouden zalig gemaakt worden, heeft hij ook besloten aan hem te geven en krachtig tot de gemeenschap door zijn woord en geest te roepen en te trekken, met het ware geloof in hem te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen en in de gemeenschap van zijn zoon krachtig bewaard zijnde ten laatste te verheerlijken, tot bewijzing van zijn barmhartigheid en tot prijs van de rijkdommen van zijn heerlijke genade. Dus zeggen de Dordtse leerregels: als God je heeft uitgekozen, dan kiest hij je niet alleen uit om voor eeuwig bij hem te zijn, maar dan brengt hij je ook tot hem. Door het woord en door het geest, zijn geest roept hij je en trekt hij je tot hem. Hij geeft je het ware geloof. Hij maakt je rechtvaardig. Hij maakt dat je heilig voor hem gaat leven. Dus God heeft je niet alleen uitgekozen, hij brengt je ook tot geloof. En hij laat je ook leven vanuit het geloof. God doet alles wat je nodig hebt om je te brengen tot de eeuwige heerlijkheid, waar je voor altijd bij hem zult zijn. En let erop hoe de Dordtse leerregels het zeggen. Al de dingen die je nodig hebt tot de zaligheid, zoals geloof, zoals rechtvaardigheid, zoals een heilig leven, zoals volharding in het volgen van Christus, al die dingen geeft hij je omwille van Christus. Kom dus bij Christus vandaan. Het is door hem verdiend. Het wordt ontvangen door het geloof in hem. Ik zou kunnen zeggen, zelfs als het heel spannend wordt en het gaat om de uitverkiezing en de verwerping, dan stellen de Dordtse leerregels Christus centraal. Je zou kunnen zeggen, als je op een Bijbelse manier spreekt over de uitverkiezing, kom je altijd bij Christus terecht. Dan komt altijd Christus centraal te staan, dan gaat het om hem. Dus als je het kunt hebben over de uitverkiezing zonder het over de Heer Jezus Christus te hebben, nou zet er dan maar een dikke streep doorheen. Dan denk je niet op een Bijbelse manier over de uitverkiezing. Bijbelse spreken over de uitverkiezing is altijd onlosmakelijk aan de Heer Jezus Christus verbonden. Hij moet centraal staan in de prediking. Ook in de preken over de uitverkiezing. Hij moet centraal staan in het geloofsleven. Dus in ons geloofsleven moet het niet gaan om de vraag: ben ik uitverkoren? Als je op die vraag ligt, dan loop je daar helemaal mee vast. Nee, de vraag moet niet zijn: ben ik uitverkoren? Maar de vraag moet zijn: ken ik Christus? Geloof ik in hem? De grote reformator Calvijn, die veel heeft nagedacht over de uitverkiezing, die heeft gezegd: Christus is de spiegel van de uitverkiezing. Dus door te kijken naar Christus, door jezelf de vraag te stellen: wie is Christus voor mij? Kun je zien of je uitverkoren bent. Iedereen die zonder Christus niet kan, iedereen die zijn zaligheid in Christus zoekt, die is uitverkoren. Als jij zonder Christus niet kunt en je zaligheid bij hem zoekt, jij bent uitverkoren. En iedereen die doorleeft en straks sterft, zonder dat Christus je alles geworden is, die is niet uitgekozen. In heel de Bijbel staat Christus centraal, ook rondom de uitverkiezing. Als wij uitverkoren zijn, dan zijn we uitverkoren om wie Christus is, om wat hij gedaan heeft. Als wij zalig worden, dan is het door het offer van Christus alleen. Het is door hem, het is om zijn werk, dat ik straks voor eeuwig bij de Heere zal zijn. Als jij mag kennen, wat is dat een reden tot dankbaarheid? Wat is dat een reden om onze Heere te loven en te prijzen? Onverdiend. Want je hebt er niks voor gedaan. Je hebt God geen enkele reden gegeven. Onverdiend, uit louter genade, enkel om het werk van Christus, heeft God mij uitverkoren.
Heeft hij mij lief gehad? Heeft hij mij opgenomen in zijn gezin en mij aangenomen tot zijn kind? Mag ik nu bij hem wonen? Om straks voor eeuwig bij hem te zijn. Om straks voor eeuwig deze drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, te loven en te danken. Omdat hij mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Amen.